Rob Geus werd geboren op 15 juli 1971 in Rotterdam. Hij begon zijn carrière als kok. Maar wat hem vooral opviel waren de ranzige keukens waarin hij werkte. Daar moest wat aan gedaan worden. Dus begon hij in 2002 met het programma Smaakpolitie. Hey, hallo. Ik ben Rob van het programma Smaakpolitie. Waarin Rob restauranteigenaren laat zweten als hij met zijn strenge hygiënetest langskomt. Hier word ik niet vrolijk van, moet ik zeggen. Maar als een restaurant toch aan Rob's eisen voldoet, dan volgt uiteraard... Wat is dit? Een welverdiend Smaakpolitie OK-keurmerk. Wat is dit, jongen? Ja, daar word je vrolijk van. Maar in de meeste gevallen komt Rob in de meest smerige keukens terecht. Hoe kan ik meer zeggen? Het is gewoon echt ranzig. Ja, daar wordt Rob meestal niet vrolijk van. En als Rob niet vrolijk is, dan denkt hij... Man. Maar niet alle restauranteigenaren worden vrolijk als ze Rob met zijn lange witte jas aan zien komen. Waarvoor niet? Nee, nog gewoon. Ik vind het niet leuk. Nee. We komen net op afspraak. We komen altijd onverwachts. En je wordt niet vrolijk van. Maar Rob verricht toch een goede job. Want met zijn adviezen worden restaurants steeds schoner. Hij is de beroerdste niet. Hij helpt graag andere mensen. Ook in het programma Red Mijn Vakantie. Maar we gaan hier zeker iets aan doen, dat beloof ik je. Hierdoor zorgt Rob ervoor dat horrorvakanties opgelost worden. En hij laat absoluut niet met zich fucken. Hey, don't touch me, hè? Hallo, amigo, don't touch me. Omdat hygiëne erg belangrijk is voor Rob, presenteert hij sinds kort het programma Drekwerk. Daarin loopt hij mee bij bedrijven die de meest smerige klusjes opknappen. Oh. Een perfecte combi. Ik denk, als ik het sperma overheen krijg, we gek. Dames en heren, hier is het kijkcijferkanon van SBS, Rob Geus.